Job van Jut. Waar komt dat nou vandaan? Ja, dat is een goeie. Dan kom ik echt uit Tilburg, maar ik zou het niet weten. Nou, maar wat denkt u? Wat zou vandaan kunnen komen? Dat is toch met die hamer en een spijker, toch? Of niet? Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Het is gewoon hard rammen en zo snel mogelijk die kop eraf volgens mij. Maar voor de rest zou ik het niet kunnen zeggen. Het verhaal erachter is, als je daar een keer goed te pakken neemt, dan zegt hij auw. En dan hoe harder die auw roept, hoe harder je geslagen hebt. Dus dan is de pijn ook weer groter. En daar is het verhaaltje erachter. Van de kermis natuurlijk. Iedereen wil zijn doelen halen. Dus door zo hard mogelijk kracht erop te slaan, dan haalt hij de bel. Dus het is gewoon een krachtmeting van mannen. Ego. Je staat al heel lang op de kermis, hè? En weet u nou het verhaal achter de kop van Jut? Nee, dat ken ik helemaal niet. De kop van Jut, daar heb ik helemaal geen idee over. Zeg me helemaal niets. Kop van Jut, zeg me niets. Helemaal niets. Interesseert me helemaal niets. Ja, die kop van Jut niet. Die heb met mijn handel zat. Hij zit met een groot probleem. Ja. Waar komt nou de kop van Jut vandaan? Nou, dat is al zo oud. Dat, je had vroeger koppen, die gingen heen en weer. Daar moest je op gooien. Dus het is een kop. Daar moesten mensen ballen op gooien. En daar komt de kop van Jut vandaan. En Jutte, dat had met strandjutte te maken. Dus dat hebben ze gecombineerd. Vandaar kop van Jut. Ik zou het echt niet weten. Ik weet wel dat het van heel vroeger is. Maar verder weet ik het niet. Nee, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik zou het niet weten, echt niet. Nee, dat is wel onbekend. Gewoon slaan, hè. Maar dat is alles, ik zou het niet weten. Wat is het wel dan? In 1872 wordt er in Den Haag een dubbele moord gepleegd. En ja, één moord in Den Haag, daar waren ze al niet blij mee. Maar met een dubbele moord, nou, dan was het echt kermis. En de dader, dat was Henricus Jacobus Jut. En ja, die had een weduwe, die had eerst beroofd en toen kastje veilig gemaakt. En die vlucht naar Amerika en Zuid-Afrika. En die komt na een paar jaar terug in Nederland en die wordt daar gearresteerd. Nou, de volk ging echt helemaal over de pies. En om de woede een beetje te temperen, bedacht een kermisexploitant, die bedacht een apparaat. En daar kon je dan op slaan. En dan kon je de kop van Jut raken. En dat is eigenlijk het ontstaan van de kop van Jut. En dit valt eigenlijk onder de categorie, je moet het maar weten.